Blus de geest niet uit. We kunnen het uitblussen door niet nieuw hout. Het geestelijk leven gaat kwijnen als onze aandacht niet is gegeven om meer en meer van de Heere Jezus en van zijn Vader en van het woord te leren. Maar er is ook een andere manier waarop je een vuur kan blussen. Je kan er water op gooien, je kan er een deken over gooien, je kan er aarde over verspreiden. En dan verstikt het vuur van de vuurstof en dan zelfs het beste brandhout gaat dan niet branden. Daarom lees ik weer. Blus de geest niet uit. Beproef alle dingen. En behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Gemeente, denk ik dat ik heel veel toepassingen hoef te maken, maar je voelt het wel aan. Dat is die andere manier waarop je een vuur uitblust. Als ik niet oplet, beproef alles, betekent niet, probeer nou alles maar even. Dat bedoelt hier die apostel niet. Nee, de vraag moet zijn, zal het effect van dit zijn dat ik de geest in mij gaat uitblussen? Of bedroeven, als we dat samen nemen. Beproef het. Denk even eerst, wat zal dit nou voor een effect hebben op mij? Zal ik hiermee de geest bedroeven als ik daar verder mee ga met deze gedachte? Dat gaan we daar eerst mee beginnen. Want u weet het wel. Je loopt hier rond en je ziet iets als een man of als een vrouw, als een kind. En dan komt in je gedachte. En er komt ook wat anders in je gedachte als de Heilige Geest in je woont. Als de Heilige Geest niet in je woont, dan laat die fantasie je maar gaan. Dan ga je overal heen met je gedachten. Maar als de Heilige Geest er nu woont, en die woont er nu, als u een kind van God bent, dan komt niet alleen die gedachte van die wereld, wat het maar ook is, komt ook een andere stem. Nee. Stop. Ga daar niet mee verder. Herken je het? Het geweten, en eigenlijk is het de geest die spreekt. En dan ga ik iets doen. Ik ga gehoorzamen of ik ga ongehoorzamen. En als ik ongehoorzame, dan gooi ik de aarde of de deken op die geest. Dan gaan we hem uitblussen.